nieuwe problemen moeten soms aangepakt worden met nieuwe recepten, wel soms ook met nieuwe talenten, die toegevoegd worden aan de bestaande talentenpool en eigenlijk de continuïteit van een bedrijf beter kunnen garanderen dan mocht dat niet gebeurd zijn. Ja. Robuustheid, maar ook voorzichtigheid op een aantal vlakken, maar daartussenin flexibiliteit een zeer belangrijke steunpilaar gaat zijn voor het bedrijfsbeleid naar de toekomst. Het moet duidelijk omkaderd zijn en het moet deel uitmaken van een bedrijfsstrategisch plan, waarin dat een deel van de werkorganisatie, de talentpool, opbouw en de manier waarop dat je daarmee wil omgaan, daar zou flexibiliteit een plaats in moeten kennen. En dat moet dan goed omkaderd zijn en ook cultureel verankerd. Ik verwacht zeker in de tweede helft van dit jaar heel veel turbulentie. Maar een vliegtuig dat in turbulentie zit, heeft nood aan een ervaren piloot. En een crew die weet van, oké, we hebben dit al meegemaakt, we weten wat we moeten doen. Het is misschien niet prettig, maar we moeten hier door. Ik sluit mij aan wat Peter zegt, maar het is ook belangrijk niet alleen de ervaring en de skills mee te brengen, maar ook een positieve mindset. In bedrijven die door een crisis gaan, die tegenslag en andere situaties meemaken, is het van belang om een positieve vibe in het team, in het bedrijf te houden, om te kijken van hoe gaan we om met deze situatie en hoe kunnen we die ten goede ombuigen. En dan is het interessant om iemand tijdelijk van buitenaf binnen te halen, om het team te coachen en ervoor te zorgen dat de spirit bewaard blijft. Het is heel belangrijk, denk ik, om die future skills duidelijk te definiëren en sommige daarvan ga je zelf verder ontwikkelen, via opleiding, via ontwikkeling van je eigen personeel. En andere ga je effectief insourcen via interim management of experten die je tijdelijk mee aan boord neemt. En dat evenwicht, dat optimum, dat is belangrijk om te vinden als een bedrijf. Als je het onvoldoende gekaderd iemand in de organisatie brengt, dan is er weinig kans op succes. Het is echt wel belangrijk om het goed te kaderen en de juiste match proberen te vinden op vele vlakken. Niet alleen kennis, niet alleen inhoudelijk, maar ook een stukje bedrijfscultuur. Bij onze directie, binnen het directiecomité, en HR zit ook mee in het directiecomité, omdat eigenlijk we erover overtuigd van zijn dat alles het succes is, wordt bepaald door uw mensen. Dus dat is eigenlijk altijd wel een stukje een gemeenschappelijke beslissing. Vanuit de business waar de behoefte is, HR is daar altijd bij betrokken en de CEO ook wel. Ik vind het heel belangrijk om met drie partijen aan tafel te zitten. De intermediair, de klant en de interim manager. En samen bepaalde problematiek te kunnen bespreken. Ja. En op die manier heb je langs twee kanten een klankbord en vermijd je dat het een één-op-één discussie wordt. Mm-hmm.